Wat zou je willen dan? Romantisch dinertje? Picknick in het park? Ik las laatst iets over zo'n tocht met van die sledehonden. Het is praktisch zomer. Ja, nou. Of we gaan met z'n tweeën naar zo'n blacklight disco. En dan wordt iedereen opgeklitterd met van die lichtgevende verf. Ja, mam. En als ze dan dansen. Dat is allemaal niet te horen, schat. Maar we zijn er niet naakt. Oh, dat stelt me gerust. Of we laten een afdruk maken van onze lichamen in gips. Of nee, in chocolade. Ah, Lucas, kom op. Wat? Ja, alsof Menno dat ziet zitten. Ja, oké. Dankjewel. Mevrouw Elschot. Oeh, hey. Ik, alles goed? Ja, met mij wel. Met jou ook, hoop ik. Ik hoor van Lucas dat je een baan hebt aangenomen in Meerdijk. Dus hij heeft het over me gehad? Ja, maar misschien moet ik het helemaal niet met jou over hem hebben. Dat gevoel is geheel wederzijds, maar ik ga het toch doen. Ik vrees dat ik niet anders kan. Dat klinkt ernstig. U kent Lucas goed. Nou, dat zou ik wel denken. Ik ben zijn moeder. Ja, tuurlijk kent u hem goed. Het zit namelijk zo, hij wil dat ik iets speciaals doe. En nou weet ik dat het de bedoeling is dat ik dat zelf bedenk. Maar als u me alleen maar een heel klein beetje de juiste weg op kan helpen. Ja, weet je, ik ben bang dat wat Lucas leuk vindt, dat jij dat veel te overdreven vindt. Geef me iets. Maakt niet uit wat. Motocross, wildwaterkano. Oh, nee, dat vindt hij allemaal veel te eng. Oké, perfect. We komen wel ergens. Nou, je moet eerder denken in de richting van sneeuw in de zomer, gips, chocola. Je vindt hem echt leuk, hè? Hopelijk tot snel.